Oh, dat is een oude Franse lok. Oh, niet alles is met bovenleiding trouwens. Frans Maas is ook gestopt, hè? Heb je meegekregen? Ja, en inderdaad, waar komt die boy vandaan, hè? Die rijden in Nederland ook nog. Knipperen, ja, inderdaad. Dat is groen, dan komt hij langzaam op. Kan ook best een beetje random zijn, natuurlijk. Komt hij eronder door, ja? Ja. Dan heb je al zo'n foto. Hier, een lensruster. Hè? Een lensruster. Ik leg hem gewoon tegen dat autootje aan, zo bonk. Dat is ook nog iemand aan het regelen. Zo gaan die dingen. Van voor de wende. Dit is ons, onze wetenschapper. Dat is inderdaad gehouden, hè? Ja. Ja. Eels, die wordt nog 6. Ja. Ja, ja, ja. Dat is het hier. Dat is het ook. In het faalwater, zo ver. Nee. Wat zoekt de wortel van? Dat is de Dan gaat hij weer op de verkeerde baan. Ja. Ook weer hier, ook hier op de verkeerde baan. Hoe zeg je? Die begon achter die 1700 wat ik is, die mis ik wel. Die waren wel cool, die reis die rijdt tegenwoordig niet meer. Alles in één, hè? Je hoeft zeg maar geen locomotief meer om te draaien op het eindpunt. Ja. Nou, wat ze doen? Kan wel, maar doen ze niet, zeg maar. Doen ze niet, nee. Maar dat is eigenlijk ook het enige nadeel gelijk van een treinstel. Je zit met vaste eenheden. Thank you.
Gewoon doen. Een Volkswagen meeting. Hey, de achtbaan doet het weer. Oh. Ja, dat kan ik nog wel. Ja? Bonk.